Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Yes, we zijn weer terug. We hadden laatst biermail gehad, bierpost, wij van het Dutch Beer Collective, van Vicaris, oftewel Brouwerij Dielewijns. Die is Brouwerij Dielewijns en dan Vicaris. Wellicht dat je denkt Brouwerij Dielewijns, maar wellicht als jij Vicaris hoort, of Vicaris, maakt niet uit hoe het uitspreekt. Dat dus, Vicaris, ik laat het zo zien. Dat je denkt inderdaad van, ja, die ken ik wel. Hartstikke mooi bier, Belgisch bier. Bekend om hun Belgische blond bier. En het mooiste is, we kregen te horen, Remy, Douglas, Thomas en Gerben, willen jullie ons nieuwe bier proberen? Dat willen wij. Dat willen wij en dat is de Vicaris Lino. Check it out. Wat is het? Het is een flax infused blond. Dus het is een blond bier met flax. Dan hoor ik je denken. Ja, ik hoorde mezelf ook denken toen ik dit voor het eerst zag. Ik heb er een mooi zakje bij gekregen. Er zit een stukje tekst op en dat zal ik even voorlezen. Flasvezels. Flas dus. Flasvezels worden voornamelijk gebruikt voor linnen. Maar intussen zorgt deze grondstof voor heel wat innovatie toepassingen in diverse sectoren. Lino combineert de ambacht van het brouwen met die van de flasbewerking. Het fris zoete aroma, de vanilletoetsen en de stroblonde kleur zijn de verrijkende kenmerken van het flas in dit unieke bier. Super gaaf. Ja, het ziet er erg mooi uit. We hebben dus een zakje erbij gekregen om het te zaaien. Staat er ook bij. Zaai in fijn gehard en ongekruidvrije grond. Kan ook in een bloembakpot kunnen zaaien. En de zaden lichtjes aandrukken en afdekken met een laagje aarde van 1 cm. Water geven en naar opkomst indien nodig. Uitdunnen tot op 10 cm van elkaar. Zaaien in april tot en met juni. Dus dat kan nu. Hebben ze goed gedaan. Bloei juli tot en met september. Tof. Ga ik doen. Dat heb ik nog niet eens gezien. Maar wel heel tof. Oh, uiteraard hoort daar een glas bij. Proper glassware, mensen. Maar ook proper opener. Hashtag proper opener. Dat is wel een mooie trouwens. Ja, zo verzin je in één keer nieuwe hashtags. En dat soort shit. Oké, laten we openmaken. Here we go. Ik vertel zo nog wat meer, uiteraard. Nou, wat ik zei, flax infused is overigens, ik dacht 6, even kijken, waar staat het nou? 6,5% staat hierboven. Jawel. 6,5% blond. Ik ben heel erg benieuwd, want volgens mij is dit het enige bier wat er bestaat waar dit kruid voor gebruikt is. Nee, waar dit kruid in gebruikt is. Laten we eens schenken. Nou ja, Belgisch traditionele blond bieren. Meestal schuimen ze ook al flink. Deze valt wel redelijk, maar hij schuimt goed. Gewoon normaal. Ziet er erg goed uit. Past precies in het glas. Alsof het ervoor gemaakt is. What? Juist. Tuurlijk is het ervoor gemaakt, want proper glassware. Oké. De kleur. Hij is toch wel hazy. Het is wel echt een blond bierkleur. Mooie witte, heel strak. Heel strak witte schuimkraag. Echt kleine belletjes. Ziet er goed uit. Yeah, buddy. Laten we snel naar de neus gaan. Ik ben gek op blond bieren. En ja, of ik het kruid kan ruiken of proeven, dat is natuurlijk de vraag. Here we go. Ja, ruikt gewoon inderdaad naar een goede blond bier. Fruitige tonen. Hele frisse tonen van het hop. Hij ruikt vooral heel fris. Een licht bittertje in de geur. Volgens mij heel goed doordrinkbaar. Meestal zijn die blondbieren ook al redelijk in het koolzuur. Op zich zie ik niet extreem veel gebeuren. Onderin een beetje. Ziet er goed uit. We gaan snel naar de smaak. Nogmaals, Vicaris, Brouwerij Dielewijns. Dus andersom, Dielewijns, Vicaris. Hartelijk dank voor dit bier. Super tof. Cheers. Mm.
Oeh. Ja. Dus anders. Anders dan de standaard traditionele blombieren. Tuurlijk. Je proeft. Zo gaat hij. Je proeft zeker echt het blombier naar voren komen. Maar ik ben niet heel bekend met dat kruid zelf. Maar ik merk wel, de smaak die eraan zit, is de bittere, komt wel goed naar boven. Maar ook een beetje droog. Vooral het droge, het bittere zit vooral in de voorgrond. Dus echt in je mond. Koolzuur, daarom. Is ook wel redelijk aan de hoge kant, maar niet heel vervelend. Smaakt wel uniek. Uniek bier in zijn klasse. Het is inderdaad iets wat ik nog nooit eerder geproefd heb. En vooral dat droge en dat bittere komt heel goed naar voren. Wat droog in de afdronk, bitter een beetje in de voorgrond. Maar ook al. Het is een goede combinatie. Als je van hele zoete bieren houdt, is deze niet. Dit is wel echt een beetje zo'n. Ja, waarmee kan je het vergelijken? De popte iets in me op en ik dacht eigenlijk gelijk aan een duvel. Weet je dat duvelachtig? Alleen minder zwaar. Hè, duvel is natuurlijk wel 8,5-9%. Wel iets minder zwaar. Maar wel een beetje die kenmerken. Ik denk dat dat wel redelijk overeenkomt. Prima bier. Niks mis mee. Cijfer voor het bier vandaag hier op YouTube, mensen. Krijg van mij een 7,5. Heerlijk blombier met een unieke kruid. Ik kan hier wel aan wennen. Als ik hem zie in de winkel, dan koop ik hem zeker nog een keer. Want het is toch anders dan anders. Hè? Het is niet alleen maar craft en weet ik veel wat. Dit is ook weer een... Het is eigenlijk een klassiek bier. Die net eventjes met een ander ingrediënt. Dat net even wat anders wordt. Net even wat specialer. En... Dat vind ik ook in deze tijd prachtig. Vergeet vooral niet de klassiekers. Ik krijg laatst ook al de vraag, Remy, waarom doe je nooit echt een klassieke? Ga ik doen, dat beloof ik. Het is niet alleen maar craft en weet ik veel wat. Klassiekers komen zeker ook aan bod. Ben ik zeker van plan. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Ik wil jou bedanken voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Kom op, nou, we gaan naar die 1000 abonnees. Daar heb ik jou bij nodig. En dat vind ik gewoon tof. Toch? 1000 abonnees. Jeetje, ik doe dit al 4 jaar, 4,5, zoiets. Als je dan 1000 abonnees hebt, is toch wel een beetje een mijlpaal. Ja, toch? We gaan in ieder geval de goede kant op. Nogmaals, bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende keer. Cheers.